Had je verwacht, Ronald, zo'n probleemloze overwinning te boeken met Feyenoord vandaag? Nou, ik had wel verwacht een overwinning. Omdat ik vind dat we wel iets moesten rechtzetten. En uiteindelijk heeft Vitesse natuurlijk, missen zij twee kwaliteitsspelers, de topscorer en een hele goede middenvelder. Ja, dat scheelt. Dat heb je ook in meerdere wedstrijden kunnen zien. Maar dan moet je zelf goed zijn en agressief zijn. Ik denk dat dat het verschil was, dat wij heel goed en veel druk op Vitesse hebben kunnen zetten. Dat we heel agressief waren. En in ons voetbal waren we aan de bal goed en rustig. Ja, en dan krijg je natuurlijk een beetje het geluk van het eerste moment van de penalty. Was er geen ene? Nee, oké. Dat hoor ik dan ook. Maar dan doe je denk ik de kwaliteit en het niveau van Feyenoord tekort als dat als cruciaal wordt gezien. Nee, want jullie waren oppermachtig, kwamen geen moment in de problemen. Had jij gerekend op een tegenstander die zo defensief zou spelen? We weten dat ze zo acteren, maar zo defensief heb ik ze nog amper gezien volgens mij. Nou ja, dat is hun strijdwijze. Ik heb meerdere wedstrijden gezien. Ik heb ook wel eens Vitesse-Utrecht gezien. En dan kon ik het niet geloven. Want dan was Utrecht aan de bal en Vitesse stond op eigen helft te wachten. Ja, dat is hun idee van spelen. En daar is heel moeilijk doorheen te voetballen. Maar we waren vandaag dermate goed dat we die momenten hebben kunnen pakken. En misschien nog een aantal momenten hebben laten liggen in de laatste fase om de uitslag nog groter te maken. Hebben we vandaag ook weer eens gezien hoe belangrijk Lex Immers kan zijn? Nog even los van zijn doelpunt, hè? Ja, want hij is natuurlijk constant bezig. Ook in verdedigend opzicht. Zet goed druk. Hij moest druk op Jansen zetten. Maar die is niet echt in beeld geweest. En dat was dankzij Lex. Plus het feit dat hij in de eerste helft al een aantal momenten had. Dat hij de goal kon maken. Ja, dan mist hij soms nog wel misschien net op dat soort momenten misschien net een beetje de rust of de aanname om daaruit nog meer te kunnen creëren. Maar bij de tweede call is hij er ook bij en dan steekt hij ook 80 meter over vanuit de counter. En hij is gewoon heel erg belangrijk. Wat is er met Klaassen? Die viel uit met een op het oog kramp of was er meer aan de hand? Nee, ik begreep dat het kramp was en alleen de kramp ging niet weg en kon niet verder. Ja, oké. Er gebeurt genoeg om Jordi heen en... Misschien is dat dan ook van invloed op een stukje vermoeidheid in zo'n belangrijke wedstrijd zou kunnen. Nog twee dingetjes. Je laat Leerdam invallen voor Goossens. Leerdam is er weer bij sinds vorige week. Waarom heb je die keuze gemaakt? Nou, we lopen natuurlijk al een aantal weken met het feit dat Deddel op één kaart van een schorsing staat. Nou, we hebben heel veel wedstrijden laten spelen in de belofte door verschillende jongens. En Leerdam is gewoon de beste rechtsback die we tot dit einde van dit seizoen hebben. Nou, we spelen met vandaag, wij waren uit de vier finales. Maar dan kijk ik niet naar de personen, kijk ik niet naar de toekomst en dan neem ik de beste spelers. Gelijk qua punten met PSV dat wel een veel beter doelsaldo heeft. Vier punten van Ajax, waar reken jij nog op in de komende weken? Nou, waar ik op reken is dat we volgende week thuis tegen Heracles spelen en moeten winnen om in beeld te blijven. En door het gelijke spel van Twente is natuurlijk Europees voetbal zo goed als veilig. Nou ja, dat was de doelstelling. Maar we willen graag meer. En dat is afhankelijk van, ja, we moeten zelf winnen. En hopen dat zowel PSV, maar toch ook nog Vitesse en Ajax, dat die een misstapje maken. Maar je moet het zelf doen.